Ali, we zijn er. En wat we vandaag gaan doen, we gaan het even uitleggen wat we vandaag gaan doen. Ja, we hebben weer het befaamde bordje. Dit bordje, dit kennen we allemaal nog van het tekenen met Steven Berghuis. Ik heb ze vandaag weer meegenomen. We hebben de 6 stads van die je op een FUT-kaartje hebt, of je op een teamkaartje hebt, hier opgeschreven. We gaan zo meteen een speler van PSV opzoeken die goud of zilver is. Jij kiest een speler, die schrijf jij op en dan moet ik raden welke speler dat is. Ik denk echt dat dit rete moeilijk gaat worden. Ik denk het ook, ja. Ben jij een beetje into de ratings van PSV? Ja, de algemene ratings wel, maar als we naar die stats gaan kijken, wordt het moeilijker. Ja, het probleem is, je kan het op zich wel een beetje logisch redeneren natuurlijk. Tuurlijk. Alleen aan de andere kant maakt EA ook keuzes die nergens op slaan, dus dan is het nog niet logisch te redeneren. Dan is Rosario denk ik wel het mooiste voor. Ja, Rosario, ja. 69 algemeen, wat moet die hiermee? Als je die gaat opschrijven, dan weet ik het. Ja. Dan weet je het vast. We doen er allemaal 5 en elke keer als je het goed hebt, krijg je een punt. En uiteindelijk gaan we dadelijk een potje tegen elkaar spelen. En zeg maar, als je 4 punten hebt, mag je 4 sterren team, heb je 1 punt. Mag je 1 sterren team. Er zijn geen 0 sterren teams. Nee, dan een halve ster. Ja, maar moet je maar een halve ster. Halve ster, ja. Ik ga ervoor. We gaan gewoon beginnen. Let's do this. Dit zijn de stats, jongens. We hebben 70 snelheid. Okay. 48 schieten. 60 pasen. 65 dribbelen. 75 verdediging. En 78 fysiek. Nou, als ik die 3 stats zie, denk ik wel... dit is moeilijk. Want dit zou nog net zilver kunnen zijn. Weet je wel... Isimat bijvoorbeeld. Okay. Want ik denk wel dat het een verdediger is. Ja. Maar het zou ook best net Nick Viergever kunnen zijn die net goud is. Weet je zeker dat hij een verdediger is? Het zou ook Hendricks kunnen zijn. Oké, ik twijfel tussen Isimat, Hendricks en... Nee, Viergever is niet zo snel. Dat klopt. Ik twijfel tussen Hendricks en Isimat. En dan ga ik voor, omdat jij het zo zei... nee! Jij hebt me ook in de war gebracht dat te zeggen. Weet je dat de verdediger is? Anders had ik 100% Isimat gezegd. Ik zeg maar Isimat. Mijn eerste keuze, ik ga voor Isimat. Isimat. Ja. Fout. Viergever. Wat? Is hij zo snel? Ja, jij begon met Viergever, weet je. Dus ik dacht, ik moet even iets anders verzinnen. 0 punten. Halve ster, jongen. Halve ster. Nog wel wat voor mij om gewoon verkeerd over te schrijven. Deze zou ik nooit raden. Echt niet? Nee, denk ik niet. 84 snelheid. Ja, snelle speler hoor. 65 schot, dat is raar hè, een snelle speler. Dit is vreemd hoor. 70 passing, 75 dribbelen. Maar wel maar 57 verdedigen en 70 fysiek. 84 snelheid? Ja. En dan 65 schieten en dan 57 verdedigen. Is... Maar dan wel weer fysiek hebben. Dit is of een middenvelder of een aanvaller. Aangezien hij 70 passing heeft. Maar ik... Welke aanvaller heeft 65 ja, schot? Dat is ook weer zo waar. Maar dit kan ook weer zo'n instinkertje van je zijn. Nu met de 65 schieten. Oké, even kijken. Maar oh man, dit is vreemd. Ik ga toch voor Malen, man. Ik ga toch... Mauro. Pasen fysiek. Nee, Mauro heeft sowieso geen 70 fysiek. Dat kan niet. We gaan voor Malen. Je gaat voor Malen. Wat ik wel leuk vind, je hebt de hele speler niet opgenoemd. Weet je het was? Dit is Bart Ramselaar. Ramselaar? Ja, dat is toch raar. 65 schot. Ja, dat vind ik. En 70 fysiek. Dat had ik eerder andersom gezien, zeg maar. Precies. Ja, die stats kloppen voor geen... Ik denk nooit. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Oké, Robby. We hebben 83 snelheid, 64 schieten, 68 pasen, 74 dribbelen, 69 verdedigen en 66 fysiek. Ja, dit is een zilveren. Zeker? Ja, man. Oké. Ik denk... Ik ga eerst wat in mijn omkop opkomt, ga ik zeggen, is B.I. Mm-hmm. Dat is B.I. Ja, zeker? Ja. Oké, goed zo. Klopt ie? Goed zo, ja. Let's go! Dat is een 1 stap. Come on, oh, Aziesje B.I. Dat was gewoon de eerste waar me opkwam, ik dacht dit moet hem zijn. Dat is samen. We hebben weer een snelle hoor. 85 snelheid, 83 schot, 75 pasen. Wacht, 74 dribbelen. Schot. Is het 83? Oh, 63, sorry. Ja? Okay. 74, 65 verdedigen en 74 fysiek. Je hebt je huiswerk goed gedaan, man. Even kijken. Ah, als je alle video's van PSV zou kijken, zou je deze weten. 85. Negeer mijn tip gewoon. Als je alle video's van PSV zou kijken, zou je deze weten. Hey, Dumfries. Verdedigend misschien iets meer, maar fysiek wel weer, hè? Beren sterk. Maar ja, jongen, ik ga toch denk ik voor Angelino kiezen, man. Het klinkt zo raar misschien, maar... Gaan we Angelino? Wacht even. Het wordt Mauro of Angelino. Maar ik heb zeker sowieso dat de speler nog niet opgenomen. Dat zie ik wel voor me, dat jij dat dadelijk gaat zeggen. Oké, ik ga Angelino zeggen, man. Is het zeker? Het wordt Angelino. Ja? Ja. Klopt. Ja! Daarom zei ik dat je alle video's hebt gezien. Ik heb zijn stad geraden met hem zelf. Oké. Goeie video, ga kijken. Dit is 100% de verdediger. 100.000%? Ja, echt 100.000%. Oké. Ja, dit kan gewoon Isimat of Sainsbury zijn. Ik ga bij mijn eerste keuze blijven. Ik zeg Isimat.
Sainsbury. Ja. Ah, man! Maar dat kan ik niet lezen, hè. Wat staat daar nou? Wat is dit? Het is 45. Oké, oké. Jongen, niet zo hard om schrijfkunde. Rigo en Mauro. Mauro toch fysiek wat minder, man. Rigo zou echt geen 41 fysiek hebben. Ja, Mauro junior. Klopt. Ja, echt? Ja, man. 2-1. Ja. Ik denk misschien door die 60 shoot. Nee, gaat nee, die fysiek heeft hem echt... Dat ik dacht van, dat is Mauro. Oké, nice. Dan kom je weer op Dante Rigo, Rommel Pascal Loenfist. Of Maximiliano Romero. En ik gok dat jij hebt gekozen voor Maximiliano Romero. Ja? Ja. Jammer jongen, weer. Je maakt weer dezelfde fout. Dus het is voor je Loenfist. Ja. Echt? Oh mijn god! Hij maakt weer dezelfde fout. Het is ook weer zilver. Dit kan geen aanval middenveld zijn. En dat komt puur door dit. Dan blijft alleen Maximiliano over, jongen. Dat weet je heel goed. Het is wel een foute keuze van jou. Of je gaat mij nou heel hard terugpakken. Haha, dat is geen Maximiliano. Of het is echt Maximiliano. Ja? Natuurlijk. Ja, 3-1. Dit is een gouden middenvelder. Dit kan zijn. Dit kan Ryan Thomas zijn. Dit kan niet Hendrik zijn, want die heeft veel beter verdedigen. Mm-hmm. Dit kan Guti zijn. Kan je nog een optie hebben? Pereiro. Ja. Heb je 3 opties? Je gaat me toch niet meenemen met een 1-sterretje ja, op aanklooien? Dat gaan we wel doen, jongen. Ik ga voor Ryan Thomas. Ryan Thomas, zeker weten? Ja. Echt waar? Ja. Ja? Jammer! Ah, man, dat is dit! Wie is het dan? Wie denk je dan? Pereiro. Ja, tuurlijk, oh, jongen. Oei, oei, oei. Alsjeblieft. Ga maar lekker vegen, jongen. Wat gaan we nou doen? Deze ga je nooit aan. Nooit. Nooit. Die heb ik net opgeschreven, man. Dat ah, ik dacht een ratje. Ja, zo dom ben ik ook. Ja, ik dacht, ja. Ik heb geen visgeheugen. En dan hoor je nog deze zo. Dit. En dit is mijn handschrift. Ja, joh, misschien stap je erin. Ik had eigenlijk uit moeten vegen en opnieuw om ja, eigenlijk wel. En slim weer. Nou, dat was wel een goeie. Ja, het was wel een goeie. We gaan maar gewoon naar potje. Dat is 4 sterren, hè? Oh, jee, jee. Zullen we survival doen? Survival? Ja, dan kom je misschien met 7 mensen uit, kan ik ook een keer scoren. Klopt. Ik ga voor deze. Alexander, omdat ze in vorm zijn ook. Crew Alexander, dit team, dit onderschat jij. Dit is niet normaal. Hoe heet jouw centrale verdediger? Linker. NG. Maar succes. Ja, we gaan het zien. Succes. Hier, kijk, komt hij aan. Oh, wat is goed. Oei, oei. Meteen buiten het spel, wel alles opengeklapperd. Laat dat balletje maar rondgaan. Daar gaat hij. Oh, 2-1. Killen. Oh! Crew Alexandra. Alex Nichols. Want nou ga je wel met 10 man spelen. Ja, dat wordt heb wel. Heb je nou spijt dat we overleving hebben gekozen? En nu wel, anders had ik naar alles op de verdediging gegooid. Oh nee. Niet zo. Oh, die keeper, ja. Jongen. Ik deed nog zo. Ja, goeie goal. Ik hoop dat Chucky eraf gaat. Helaas. Of wel? Nee, hij staat gelukkig. Nee, nou, hij is eraf. Hij is eraf, man. Chucky is eraf. Dat meen je niet. Echt? Ja, Lozano. Ja, kijk, maar ik verloor natuurlijk ook Kirk. Natuurlijk. Ja, dat moeten we niet onderschatten natuurlijk dit. Hup, koppen. Ja! Ja, toch! Oh! Great passing. Oh, hier zitten ze er weer tussen. En nu hebben we een probleem, jongens. Gaat mijn keeper ook waarschijnlijk helemaal geen houtje-toutje. Nee, helemaal niks, hoor. Nee, niet uit de corner. Oh. Zo, met de rechts, Guti. Ja, die keeper staat daar gewoon voor saus. Wie gaat eruit? Angelino. Angelino. Alle aanval over rechts. Crew Alexandra. Ja. Ik hoop binnenkort denk ik de vlogger van Crew Alexandra. Ik heb echt een zwak voor die club inmiddels gekregen. Kijk, normaal is het voordeel van overleving als je met een man minder bent de hele tijd. Jij dus nu. Ja. Dan komt het aan het eind van de wedstrijd zeg maar in mijn voordeel. Mm-hmm. Omdat jij een man minder hebt en al jouw spelers echt moe zijn. Alleen het probleem is dat de spelers van PSV zeg maar met z'n 10 nog meer stamina hebben dan mijn spelers met z'n 11 verbruiken zeg maar. Snap je? Ja, nou, doe ze even niet. Pablo op avontuur. Oei, scheids. Niks aan de hand. Wat gebeurt hier? Gokkelcorner. En vrij trap. Ja, doe even normaal, joh. Goed, Gutierrez. Als je deze had gemaakt, dan was ik reeds kwijt hier de room uit. Hier, open even, andere kant. Hoppa, wat een bal. Hey, die komt zo perfect. Boom, boom. Oh, die had ik je echt van harte gegund. En de 82e minuut. Voor die 2-2. Voor die 2-2. Oh, jongen. Ik ga je niet nog een keer laten scoren. Dat ga ik mezelf niet aandoen. Nee, hoppa.
2-1 verloren, alright. Nee, ik heb mijn leven gehouden. Dit kan je geen verloren. Je hebt mijn leven gehouden, dankjewel. Mensen, willen jullie bedanken voor het kijken. Hopen dat jullie lachen vonden. Yes. Wij in ieder geval wel. Crew Alexandra, big fan. Ali, tweede seizoen E-divisie is voor jou. Zeker, daar gaan we volgen. Ja, we gaan het volgen. Ja. En volg natuurlijk PSV eSports om op de hoogte te blijven van alles via Instagram. Kan dat, dan kun je in de Mission niks van Ali, van Stefano, van Roman, van iedereen. Tot de volgende keer, even duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ciao, ciao. Ja.